Hey daar, welkom bij het Anders Shownieuws. We gaan er direct aan beginnen, want je mag je aan het een en ander verwachten vandaag. De zoektocht naar Idol 2011 is gestart. Frank Molnar en Jess Donker stiekem in duet. Je maakt kennis met de Divabot. En Goedele Liekes gaat op de koffie bij Frans Bauer. Het afgelopen jaar verloor Frans Bauer 5 familieleden. Uiteraard een gevoelig onderwerp waar Frans met weinig mensen over wenst te praten. Goedele Liekes kreeg toch een uitnodiging om bij hem op de koffie te komen. De vader des huizes, hier ze. Goeiedag, welkom. Goeiemiddag. Kom verder. Ik ga mijn schoenen uitdoen, ja, dat is hier netjes, vind ik. Ja, de vrouw die houdt nogal van poets. Amai, dat is hier mooi. Mag ik jou een kus geven? Ja, tuurlijk. Ja, kom fijn, dat ik mag langskomen. Ziet dit, jong? Ja, dat zijn de gouden platen en platinaplaten. Ik dacht, die Frans die gaat in een gigantisch domein helemaal afgescheiden, dat niemand in de buurt kan komen, maar je hebt echt gewoon buren die in je tuin meekijken en die... Nou ja, ik heb nu zeg maar de tuin helemaal overhoop liggen, want ze zijn bezig met de tuin, maar we wonen midden in een heel klein dorpje. Ja, een wijkje. Ja. Nee, ik ben dol op koffie. Ik ben niet zenuwachtig genoeg. Dan mogen wij elkaar een hand geven, want als er iemand gek is op koffie, dan ben ik het. Hè? Echt, ja? Word jij hier zo verzorgd ook als je opstaat, dan staat aan jouw ontbijt klaar? Nou, als ik 5 ochtends opsta, dan is het hier altijd heel erg druk. Hè? Dan zijn alle kinderen die zijn zeg maar druk hier 's ochtends bezig. En dan help ik ook mee met boterhammen smeren en met aankleden. En dan echt? Wat hebben ze vanmorgen op je boterhammen gekregen? Haagslag. Want jouw papa is terug thuis, heb ik begrepen. Ja. Nou, dat gaat goed. Nou, het gaat gelukkig heel goed. Hij heeft een, hoe moet ik het zeggen, longkanker. En is nu de afgelopen periode behandeld. En is daardoor ook helemaal kaal geworden. En hij is nu zeg maar aan de beterende hand. En gelukkig slaat het allemaal een beetje aan en staat het eigenlijk stil. Jouw papa reed altijd met jou mee? Mijn vader reed altijd mee. Altijd? Vanaf jouw eerste optreden tot... Ja, wij zijn zeg maar altijd samen geweest. En er zijn wel eens momenten dat mijn vader niet ermee ging. Maar er zijn ook heel veel momenten dat hij altijd meeging. Bij mijn grote successen in het buitenland. Toen ik voor de eerste keer op moest treden in Duitsland. Mijn eerste Duitse tv-show. De eerste keer Köln Arena waar 15.000 Duitsers zaten. Ja, dan keek ik zo rechts daarvan van het podium en dan zag ik mijn vader. Want op het moment dat je hoort van je vader dat hij ernstig ziek is. En dat je niet weet hoe dat het afloopt. En ja goed, dat zijn hele belangrijke dingen. Je wilt dan ook niet gelijk dat iedereen dat weet. Want dat is op een zo gevoelsmatig vlak dat je daar zelf niet eens zeg maar raad mee weet hoe je erover moet denken. We hebben dat gelukkig als gezin eerst verwerkt. Morgen zie je het vervolg. Gesmeerde stembanden, zenuwachtige blikken en klamme handen. Die elementen waren volop aanwezig tijdens de eerste preselecties voor het nieuwe seizoen van Idol. Je ziet de allereerste beelden. Wat komen jullie hier vandaag doen? Voor Idol zingen. En je denkt dat jij het nieuwe Idol kan worden? Ik ga het proberen, maar ik denk het niet hoor. Maar ja, ik weet niet. Ik wil gewoon proberen. Can we pretend that airplanes in the night skies like shooting stars? You be waiting so long, I'm here to answer your call. Ik heb wel een liedje dat ik al vrij lang zing eigenlijk. Mag ik herzingen. Kent goed. En welk is het? Akon, Lonely. I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás. I got everything that a girl could want underneath your clothes. There's an endless story. Maar net als hem blijf ik proberen, elke dag een flauwe mop. Baby, I could see your halo, pray you won't fade away. Frank Molnar en Jess Donker staan je waarschijnlijk bekend als twee beruchte figuren in het Madonna Nude verhaal. Wel wist je dat ze ook wel eens samen zingen?
Via de iPhone-app van Glee zongen de twee stiekem enkele nummers in en die zijn nu uitgelekt. Ik kan hier aan de horen nog aan. Twinkle, twinkle, little star, what my wonder what you are. Toch wel straffe gasten in Japan. Ze maakten al robots die een minuut lang kunnen zingen, maar vandaag maak je kennis met de HRP4C DivaBot. Het speeltje kan perfect haar tekst zingen, dansen en samen met haar achtergronddansers het publiek bewerken. Benieuwd of het technologisch snufje ook naar Vlaanderen komt. Jou zie ik alvast weer morgen. Neem een voorbeeld aan onze Jeroen en ga samen met Anne op de foto. Heb jij de favoriete foto van de Anne-kijkers? Dan win je misschien een van onze twee digitale fototoestellen. Meer uitleg over deze wedstrijd vind je op anne.be.